Antoine Elias heeft vandaag als minister van Volksgezondheid in handen van president Desi Bouterse de eed afgelegd. Volgens het staatshoofd is hiermee het ministersteam compleet om het tweede deel van het traject 2015-2020 af te leggen. Het staatshoofd hield de nieuwe minister voor dat het geen gemakkelijke job wordt. Volgens Bouterse is het ministerie van Volksgezondheid een van de speerpunten in het beleid en ook de basis van het sociaal contract dat hij met de Surinaamse gemeenschap heeft gesloten. We geven als land enorm veel uit aan volksgezondheid en terecht. En toch zien we dat de zorg in zijn algemeenheid veel beter kan. De redenen daartoe, denk ik, zijn tradities, vastgeroeste structuren en dergelijke. Maar we zullen, om inhoud te geven aan wat wij het volk beloofd hebben, zullen wij gezamenlijk deze job moeten gaan klaren. Nogmaals, voorwaar geen gemakkelijke job. Ik wens u heel veel sterkte toe. Laten we beginnen met u en uw gezin, uw familie te feliciteren. Vandaag zie ik uw vrouw lachen. En familie lacht. Laten we hopen dat ze over 2 jaar nog steeds lachen. Dat was president Bouterse die Elias erop heeft voorbereid dat het geen gemakkelijke traject wordt. Ondanks dit alles vroeg het staatshoofd aan de nieuwe minister en zijn familie om het evenwicht te bewaren, omdat er naar beide kanten toe grote verantwoordelijkheden zijn. Ik feliciteer ons Surinaams volk en we willen u bedanken dat u in deze toch wel zeer turbulente tijd geen gemakkelijke job als deze durft te aanvaarden. Een job met heel veel beperkingen. Een ondankbare job. En zo kan ik doorgaan. Soms voor je begonnen bent met werken, met alle openheid, zeggen ze, kan je borst dat maken. Maar dat is part of the job. Laten wij dan wel proberen. Vanuit ons hart, vanuit het volle besef dat we met een missie bezig zijn, laten wij geen steen onverzet laten om de job die wij aanvaard hebben, namelijk het dienen van het Surinaams volk, in dit tijdsbestek dat de geschiedenis dat ons de gelegenheid geeft, laten wij dat gedeelte voor we de vaandel overdragen in deze estafette naar de jongeren, dat wij ons gedeelte zo goed als mogelijk vervullen. Nogmaals, heel veel sterkte, heel veel sterkte. Tot zover president Bouterse vandaag na de beëdiging van Antoine Elias als minister van Volksgezondheid. Hiermee is het ministersteam weer voltallig en wordt het traject naar 2020 voortgezet. De beëdigingsplechtigheid vond plaats op het presidentieel paleis.